Yo, kijkers van Watchdog en welkom bij deze nieuwe tour van natuurlijk de Kingdom Zera. Want in de tussentijd dat jullie eigenlijk de laatste tour hebben gekeken tot aan nu, hebben wij een flinke uitbreiding gedaan aan ons fort en ons land. Want zoals jullie zien zit ik nu op het water en dit is eigenlijk net bij de kust van Yennava daar verderop. Hier dan zie je het al verschijnen, Fort Forland. Maar kijk, als wij hier dus aan wal gaan, dan komen wij bij het Kingdom Zera. En dit is een van de punten waar... Moet ik even crashen hier zo. Biem. Oh, wacht. Ik kan niet... Wat? Huh? Zit hier geen plafond in? Ik dacht al. Oké. Okay. Oh, zo. Oh, ik kan vliegen opeens. Vreemd. Ik ga even dat zo laten. Maar goed. Daarachter is Yennava. En hier is Zera. Zera, het land van mij. Van, ja, van Koning Leon. En ja, als je hier dan even de trap omhoog gaat, dan heb je nog een mooi uitzicht op de steiger en het Fort Forland. Dat het eigenlijk zo dichtbij was. Ik weet niet of jullie dat überhaupt al wisten. Het is nou kerst en dat kan je zien doordat de kisten allemaal zo zijn. Ik heb maar één bootje en ja, het stelt niet veel voor. Maar goed, Zera heeft een flinke ophoging langs hun kust en dat is puur... dat het een soort van verhogend land is. Je hebt niet echt strand of zo. Het is allemaal bebost. En wat niet bebost is, dat wordt bebouwd door ons. Dus dan moet je nagaan dat er of bergen staan, of farmlands, of noem het allemaal maar op. Het kan allemaal in Zera. Dit is zeg maar langs onze... Moet ik even kijken. Dit is het noorden, dat weet ik nog. Dus aan onze westkant hebben wij één klein aanmeringspunt. Dat is hier. En dat is zeg maar... Om als zij bijvoorbeeld naar Yennava toe gaan of naar de ambassade van Newfoundland die iets daar ten noorden van ligt. Dan moeten wij er hier dus uit. Maar ze kunnen ons hier ook pakken. Maar ja, eigenlijk als je hier dus komt en je zal dus gaan verdedigen, kom je in de Watchtower. En in deze Watchtower heb je twee mogelijkheden om te schieten. Dus je hebt het hier beneden. Dan heb je best een ongoed shot punt. En dan hebben we hier dat als we de toren nog helemaal naar boven gaan. Dus de vliegtuig is naar boven, sorry jongens. Dan heb je hier nog een plateau en heb je een perfect uitzicht over de hele zee. Kijk, je kan zelfs tot in de dieptes kijken. En ja, dit is eigenlijk het enige punt waar je aan land of aan wal kan komen. Dus dat, dan moet je hier wezen. Oh, daar val ik naar beneden. En nog een keer. Wow, wow. En daar zie je wat pallets en een stal voor paarden. Hier kunnen paarden worden opgeslagen. Dus stel je moet een keer snel weer naar de hoofdstad. Dan volg je het pad door de Fangorn Woods. De Fangorn Forest wordt het wel genoemd. En dat is gewoon puur het bos wat helemaal voor onze stad ligt. In de vorige tour kon je dat niet echt zien. Maar als je nu dus een beetje door ons bos heen loopt, dan zie je allemaal goudgele bomen. Met, ja, wat is dit? Dit zijn normale bomen eigenlijk. En ja, zo kan je dus eigenlijk het hele pad afdwalen. Het is echt gewoon puur landscape wat ik jullie deze aflevering ga laten zien. Want ja, als wij hier komen, aan onze linkerkant, dan komen wij bij een ruïne. En dit was altijd het allereerste fort, slash bewoonde wereld wat er in Zera was. Want Zera bestond eigenlijk, 10 jaar geleden was het een deel van Empire. Empire heeft dit land een beetje op hun, ja, heeft het een beetje verlaten. Dacht van, hey, dat, hier durft toch niemand te komen. Dus in die tussentijd zijn rovers zich hier gaan vestigen en hebben hier een fort gebouwd. Dit was de allereerste settlement die gebouwd is. En ja, zoals je nu ziet, het is een beetje kapot. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat Yennava natuurlijk allemaal handelsvloten hier langs de zee had lopen. En die rovers die dachten even slim te zijn. Hey, we gaan vanuit hier opereren en we gaan gewoon alle schepen die wij hier zien van handel, gaan we lekker veroveren en kapot maken voor ons doel gebruiken. Ja. Uiteindelijk is Yennava teruggekomen, heeft dit fort opgeblazen, slash kapot gemaakt. En dacht van, hé, van die rovers, daar horen we niks meer van. Dus je kan hier een beetje doorheen lopen. Het is een vrij leuke ruïne geworden. Maar het heeft nog een groter doel. En dat komt later in de storyline terug. Ik hoop in ieder geval dat jullie daar een beetje benieuwd naar zijn. Want ja, het wordt echt heel belangrijk. Nou, zo. Het is ook een beetje, zoals je ziet, het ligt een beetje van de pad af. Je kan er wel komen, maar het valt niet echt op. Nou, vervolgens loop je het hele pad af. Ik vind het echt gewoon een hartstikke leuke sfeer brengen aan natuurlijk Zera. En in de verte kan je dan al iets zien. Best wel iets moois. Maar wat ik ook heel vet vind aan deze paden is, het loopt langs water. Holy shit jongens, dat is toch echt cool. Wacht, we maken het even night.
Ik neem het trouwens op de bouwserver, dus niet dat je denkt van, hè, what the fuck, wat kan die vliegen en zo. Ja, we ontwerpen alles zelf wat op de echte kingdom komt te staan. Ontwerpen we eerst al de bouwserver. Als het dan vet is, dan bouwt een survival na op kingdom 1. En dat is wel heel cool. Dus slash D moeten we dan hebben. Nou, het is nou weer vroeg in de ochtend en je ziet al een beetje dat de tijd gaat komen. Dus we gaan even wat later maken op de dag. Hier staat een brug. En de rivier loopt onder ons door. Nou, dat is nog wel wat. Want eigenlijk, ik kan het even laten zien. Nou, laten we eerst maar naar het hert gaan. Dit is het stambeeld van Zera. Elk kingdom heeft eigenlijk wel een stambeeld van een koning. Denk aan, Medusa, Yennefer en Kantatri. We hebben alle drie een stambeeld van, nou wat ze zeggen, van een persoon staan. Wij hebben een van een hert. Want als jullie dan kijken naar mijn rug... Ja hoor, er staat een hert op mijn rug. En hoe komt dat? Ja, dat is eigenlijk maar het dier wat wij aanschouwen. Of in ieder geval wat wij vereren in ons land. Dus ja, daarnaast hebben wij hier allemaal diamonds in. En waarom is dat? Dat is zeg maar gewoon te laten zien dat dit natuurlijk een steen is. Wat vrij veel waarde heeft voor ons. Vandaar dat het ook het stambeeld erop staat. En ja, als je dus op dit plein bent, kan je dus hier een controle krijgen. Dit is het controleplein voordat vrachtgoederen de stad binnen kunnen komen. En dan zie je hier ook wel dat als je naar boven wil, dat je de vier elementen tegemoet komt. En ja, als je dit gaat verdedigen en je staat hier als aanvaller voor, dan voel je vrij genaaid, denk ik. Want ja, kijk eens naar die fucking... mooie muren. Ik vind het wel cool. Het is nou ook ingeladen op de dim map van Kingdom, dus dat is super vet. En ja, dan houdt er eigenlijk een heb je hier niet echt veel kansen om op te gaan. Je gaat deze kant gaan natuurlijk op voor naar de zee. Dan ga je deze kant op. Maar waar dat naartoe gaat leiden, dat is ook nog steeds een geheim. Maar wat ik al wel kan spoileren is dat wij hier al een bordje hebben staan met een nieuw dorp wat wij gaan maken. Dat gaat Goldshire heten. En die kant moet je dus op. Dus je gaat hier dan straks ook weer langs. En dan kom je daarachter. Dan zie je al iets. Dan zie je al Goldshire liggen. Maar dat gaan we voor een andere aflevering doen. Maar wat ik wel wil laten zien, zeg maar, is dat als je hier door de bossen loopt, dat je altijd wel details zal zien. Maar dat je ook snel de weg kwijt zal zijn. Dus stel je zou geen dinmap hebben. En zou je rondlopen en geen benul hebben van wat je aan het doen bent. Dan ben je eigenlijk best wel fucked. Nou goed, we hebben hier ook nog weer een pad liggen, want... Voor de mensen die natuurlijk Zera al langer kennen dan vandaag. Er is een plek waar alles begonnen is. En dat is officieel hier. En als je dus naar beneden gaat, moet je maar eens even kijken. Eigenlijk had ik een torch vast moeten pakken. Dit is zeg maar de allereerste mine en waar onze spawner ook zit. Hier is alles begonnen, jongen. Dit is de geschiedenis van Zera. En ja, dat maakt het zo vet, jongen. We gaan nog even kijken bij de rivier trouwens. Want daar wil ik nog even iets over vertellen. Maar ja, als je dus zeg maar, de rangers kennen natuurlijk alle bomen bij elkaar. Zeg maar, de rangers lopen hier, die weten precies hoe ze in de bomen kunnen klimmen en waar ze moeten toeslaan. Dat is het leuke van alle strijders hier in Zera. Het zijn eigenlijk gewoon, het zijn bosstrijders, het zijn rangers, het zijn zwaar gevaarlijke mensen die eigenlijk hun territorium het beste kennen. Dus stel, we gaan hier dan even, dan moet ik even mijn bootje weer pakken. Heb ik nog een bootje? Pak even een bootje, we zitten toch op de bouwserver. Dan moeten we hier ook al tussendoor. Dit is niet leuk om te varen, jongens. Dan moet je echt bedenken dat je hier niet graag doorheen wil. Kijk hoe moeilijk het gaat. Het is eigenlijk gewoon een klein beekje. Water is heel erg van belang. Ik ga even hier verder vliegen. Of we kunnen hier wel langs de rand lopen. Kijk, ik vind dit echt gewoon heel vet. Gewoon puur om het feit dat als je ook echt in... het gebied loopt, dat je dan opeens een random beekje tegenkomt. Dat is toch super vet? Dit staat trouwens ook allemaal op de Kingdom 1 server, dus dat je niet denkt van, hé, what the fuck, wat is dit? De riviertjes zijn gewoon volgbaar. En hier moet je dan overheen. Het is een bruggetje voordat je snel een keer naar de overkant kan gaan. Er zitten heel veel geheime dingen in. Zelfs hier, kijk, een boom die op een berg staat, waar dan de rivier net tussendoor stroomt. En weer een bruggetje. En die komt uiteindelijk ook bij de zee aan. Oh, nou jongens, we worden ook nog eens nat in deze aflevering. Ja, ik weet niet hoe je dat benadert, maar goed. Kijk, en dan gaan we hier naartoe. Zo. Ja, oh, we worden weer nat. En dan kom je uiteindelijk uit bij, jawel, de zee. En hier zie je wel dat we hier dus al die bomen hebben geplaatst. En hier kom je dus uit op de zee. Dus dit zou eigenlijk wel een punt kunnen zijn wat makkelijk
waar je aan wal kan komen, want de rest is vrij moeilijk te beklimmen als je via de zijkant omhoog wil. Dus zou je moeten bouwen. En anders zou je dus gewoon via een pad kunnen gaan, maar je raakt hier al snel verdwaald en afgezonderd. Dus groepen zullen snel in kleinere groepjes worden verdeeld, waardoor wij ze makkelijker kunnen oppakken. Omdat wij altijd als één grote groep, zeg maar, precies weten waar wij toe moeten slaan. En dat zou ook een beetje het doel zijn van Zera. Dus ja, dit was het eigenlijk jongens. Vonden jullie dit een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op WatchJagger om meer kennis op te bouwen van natuurlijk Kingdom Zera en alles wat om Kingdom heen draait. Laat natuurlijk even in de reacties achter wat jij zou willen zien terug in Kingdom. Wat ik zou moeten laten zien. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering van de Kingdom Zera Tours. Dus later mensen. Ciao ciao en nog een fijne feestdag. Later.